Welkom terug bij Super Mario 64. Mario was moe, dus die zat te slapen. Hij zei ook, I'm tired. Geef hem ongelijk. Ik ga Rainbow Ride doen. Rest in peace. Yeah. Rest in pepperonis. Give me the Keyblade. Keyblade. I'm tired. Kut! Ik ga eerst de makkelijke doen, denk ik. Voordat ik die 100 coins ga doen, want dat is echt een ramp. Is het een rampenplan? Ja, dat zeker. Echt. Dan moet je het niet doen, nee. Volgens mij zat ik met dit level echt 2 uur bezig om al die coins te krijgen. Oké, nou. Oh, kut. I fucked it up already. Nu al? Nee, ja, blijkbaar. Nee, ik was met die piramide ding bezig, maar met die sprong heb ik het al niet. Ik was te laat. En nu ben ik weer te laat en dief ik de map af. Deze deed ik de vorige keer in 1 keer, maar nu ik fucking zweetklauwen heb en de camera niet meewerkt. Hashtag herkennen. Ach ja, nou ja, ik wist al dat dit een ramp zou worden. Ach ja, ach nee. Ik was in ieder geval voorbereid. Ach zo. Ja, is dit jouw favoriete level, Jordi? Rainbow Ride. Welke? Nee. Is dit jouw favoriete level, Harm? Nee, het is, nee, maar het is wel, het is een kut level, maar... Nou, het is om 2 redenen kut naar mijn mening. Het feit, oké, het is moeilijk. Je hebt niet echt veel platforms om echt op te staan. Het is iedere keer jump, jump, jump. En om recht te maken, en als je doodgaat... Ja, in tapijt. En als je doodgaat, land je weer in het castle ding. En niet eens bovenin. Dus je bent sowieso veel tijd kwijt iedere keer. Wat in het castle ding? Ja, je valt niet uit een painting wanneer je doodgaat. Oh, dat bedoel ik. In Rainbow Ride? Val je gewoon je level uit, hoor. Ja. Oh, welke is dat degene waar je dan te aarde stort wanneer je level niet haalt? Dat is die aan de andere overkant. Met die red coins. Oh, die. Nou, dat is tricky triangles. Goed, dan gaan we nu die andere kant doen. De muziek maakt het ook niet echt beter, weet je? Waarom denk je dat ik geluid uit heb staan, Ando? Ja. Harm zag erbij al hangen en ik van, weet je wat? De muziek gaat uit. Ja. Yep. Aus. Nou, eerste game over van vandaag is van mij. Goed bezig. Ik heb vandaag nog geen enkele game over gehad. Ik ook niet, maar ik heb sowieso 15 levens. Ja, ik had er maar 4, dus... Ja, maar jullie starten de game ook gewoon af. Ik raak mijn Switch niet aan. Nee, maar ik wil graag ook andere games spelen. ja, ik ook. Maar ik heb er nu 9. Dat is een beetje mijn ding. Als ik zeker weet, oké, ik ga niks anders doen, dan raak ik de Switch ook niet aan. Maar als ik zo zit van, hey, weet je wat, ik vind het goed geweest, ik wil even iets anders spelen. Ja, sorry, maar ik ga geen levens farmen, net voor een recording. Ik heb meestal... Tenzij het Crash Bandicoot is. 72. Ai, 99. Joe, ik heb bijna de 100. Hoppa. Goed, dan ga ik nu 100 coins proberen. Ik ben een beetje opgewarmd. Let's go. Toen ik die 100 coins had gehaald in het level, was ik zo blij. Maar ik had deze eerder gedaan dan, welke was dat ook weer? De TikTok-klok. Dit had ik eerder 100% dan die TikTok gedaan. Ver en af. Omdat ik wist dat dit gewoon een rampenplan is. Goed, gaan we. Fuck die ene blue coin.
Hoppakee, 30. Nou, prima. Op naar de red coins. Wat ga jij doen, Jordi? Verder met Tiny Huge Island. Oké. Arm, hoeveel sterren heb je al met die TikTok-klok? Alle, behalve de 100 coins, daar ben ik dus nu mee bezig. Oké. Lekker man. Toch maar. Oh, ik red dat niet eens. Huh. Grappig. Moet ik echt baljumpen. Ja. Verdomme. Dit is echt de ster waar ik echt zeker een kwartier mee bezig ben. Succes. Ik heb 98 coins, guys. Oh, rot. Wat kan je nog pakken, überhaupt? Heb je alle red coins al? Nee. Red coins het is. En dan gewoon de makkelijkste, helemaal beneden. Via daar kan je ook heel makkelijk de ster pakken. Hoppa. Ik jumpte toch, godverdomme. Oh. Nou, dat was 100 coins voor Harm op TikTok-klok. Yep, klopt. Ik hoef alleen nog Rainbow uit en dan heb ik de game gehaald. Ja. Zweetkouwen. Echt niet normaal. Oh, Rainbow uit is ook zo kut. Tering. Dan moet ik gewoon elke ster nu nog gaan halen. Fucking hell. Hé, hey, waar is die... Nando, hoeveel had jij er? Hoeveel sterren? 99. Ja. Jordi, jij? 89. Wauw. Nou, dan heb je ineens een inhaalsput gemaakt waar je u tegen zegt. Yep. Nou, 1, 2, op. Wat hebben we nog? Ja, 26 minuten, dat wordt heel krap. Nee. Maar ja, dan zijn we volgende sessie eindelijk zover met... Ik zit zo in Franse film... Alle voortgang die je nou nog van boekjes moet meenemen. Ik wou even een trucje proberen, maar het is niet gelukt. Jammer. Alles wat jouw voortgang kan doen, Harm, is nu mooi meegenomen, maar ik zie het niet gebeuren. Ja, dat hoorden we niet. Dat laatste verstonden we niet, nee. Oké. Nee, alles wat je nou nog extra kan doen, is mooi meegenomen, maar... Nee, Mike werkt gewoon nog. Oh. Misschien is dat ingangsgevoeligheid Discord. Of zo. Nee, weet niet. Ingangsgevoeligheid kan niet zijn, want ik praat iedere keer op dezelfde fucking volume. Het is Discord dan. Het is Discord. Ja. Ik ga gewoon de 100 coins in één keer bij doen. Klaar, fuck it. Ik doe het gelijk. Dan hoef ik alleen maar de levels te doen. Ah, die heb ik zo. Dat zie je niet vaak, dat de eerste ster die je gaat doen de 100 coins is. Nou, dat deed ik net met die woestijnlevel. Ik denk dat het verstandig is om eerst... Vooral in deze, want als je in deze de 100 coins doet, dan ben je op zich relatief... Dan hoef je niet meer rekening mee te houden dat er nog echt iets moeilijks aan zit te komen. Nou, ik vind die tapijt al heel erg kut, dus... Ja, maar die is niet per se moeilijk hoor. Dat ligt meer aan gewoon timen. Ik heb echt een ontiegelijke hekel aan dat... Oké. Nee, oh fuck, I fucked it up. Nou, dat is inderdaad een score. Ze zat gewoon bezig met RTC-koppelen, terwijl ik er nog gewoon in zat. Dat is zo kut, die RTC-koppeling. Ja, maar daar kan je ook niks mee. Ze is zo van, oké, ja, wat moet ik doen? Ja, wachten. Oh, oké. Wat is dat RTC eigenlijk? Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de koppeling tussen jou en de host. Wie is de host? Niemand host. De blauwe kunnen. Coins moest je halen, toch? Ja, maar je hoeft niet alle. Nee, Nando, hoe deze werkt, en daarom is jij ook beter dan Skype. Met Skype was degene die belde, was de host. In Discord, zelfs als je iemand persoonlijk belt, ben je geen host. De host is gewoon een kamer ergens in Discord. Nee! Ik denk dat het niet met je eens is. Waar ben je dood gegaan? Ik was
fucking bij de een van die trapdingetjes, maar Mario die slide altijd. Yep. Ik had 82 coins. Graftakken game. Gaan we weer op naar de blue coins. Shit. Iets te wild. Kom hier, bom. Nou ja, en als ik al merk dat ik die blue coins niet heb, dan ga ik voor een andere. Dat doe ik niet tegenwoordig. Godverdomme. Ja, kan ook op zich. Ja, ik heb de blue coins niet. Oké, red coins het is. Hello darkness my... Waarom? Ik heb de hele tijd Hello darkness my old friend in mijn hoofd. Omdat ik dat... Het gaat goed met Super Mario 64. Waarom zeg je dit? Het gaat goed. Zeg je dit nou echt? Harm, met hoeveel sterren begon je vandaag? Geen idee, eerlijk gezegd. Weet jij dat dan nog? Volgens mij zat je ongeveer op de 90. Je had er geen 100 in ieder geval. Nee, je had er geen 100. Dus het gaat goed, want je bent bezig met het laatste level van de game. Ja, maar dat zegt niks. Nee, maar het gaat wel goed. Nee. Of het ging goed. Laten we even zo zeggen. Ging beter. Ging goed. What the fuck? Die bom loopt me gewoon de afgrond in! Altijd gezellig. Met een bloedvaart! Ik had 55 coins. Maar ik zat nog pas op het eerste gedeelte, dus op zich valt dat mij. Ja, dat valt nog mee. Laat los, Mario. Kill yourself, please. Ai, red coin. En dat is nummer 100. Wacht, welke level ben je aan het doen? Ik deed nu red coins, omdat ik de blue coins niet had gered. Ik doe steeds elke keer als ik het probeer, ga ik eerst blue coins. Als ik blue coins red, wordt het 100 coins proberen. Als ik het niet red, doe ik een andere. Maar welk level ben je mee bezig? Rainbow Ride. Rainbow Ride. En je hebt nog geen 100, oké. Okay. En dan moet ook nog 6 de boel, oké. Okay. Ja. Dat hij die nog steeds niet doet, ik weet niet. Nee, ik snap dat ook niet, maar oké. Dude, dat heb ik zo gedaan. Fluitje van een cent. Oh, dat echt, ik weet zeker, dan ga je op het dak, nu je dit zegt, ga je op het dak fucked worden. Dan moet ik het eerst redden. Nou ja, dan moet je eigenlijk de hele tijd vastzitten hier. Maar ik denk niet dat dat wordt. Nee, want ik ken de levels wel namelijk, in deze game. Coins. I approve this message. Ik ga weer voor 100 coins. En ik ben niet depressief at all. Ja, mooi. Dus niet zo depressief, man. Grappig toch? Het is maar een spel, hoor. Je gaat er niet dood van. Ik maak maar een grapje aan. Weet ik, maar toch? Gelukkig gaan we niet dood aan. Dude, als de levens van Mario onze levens waren, fuck man. Oh nee, dan was ik al zes meter onder. 6 meter ook? Ja, nee, ze willen het zeker weten, dus 6 meter. Oké, ik heb de red coins al gehaald. Ik zit op 37. Oh. Oké, ik ga de blue coins niet halen. Kortom, ik pak de red coins daar. Doei. 114, de tyfus. Doe ik de blue coins, of tenminste de 100 coins lekker als laatste, de tyfus. Dat kan ook. Volgens mij was het bij mij zo dat mijn laatste, dat was uit het kanon schieten. Uit het kanon schieten? Ja, vanuit het schip. Kanon schieten vanuit het schip? Ja. Welk illegaal level heb jij het nou weer? Het illegale level, Ham, snap dat dan. Er is toch een level in Rainbow Ride dat je dan vanuit dat schip moet je in het kanon.
En dan moet je naar de overkant door de regenboog of zoiets heen schieten. Je ziet er vanzelf wel zometeen. Nou, zometeen. Voorlopig heb ik pas één ster deze sessie, volgens mij. Of twee. Nee, dat komt niet. Yossi. Ben je nog steeds op Tiny Huge Island, Jordi? Ja, Nando. Jongens, jullie weten trouwens dat er een enorme skip zit qua tijd in Rainbow Ride. Dat je niet dat hele cirkeltje rond hoeft te gaan. Nee, Harm. Nee. Je kan gewoon longjumpen naar de paal daarachter. Oké, Harm. Oh, dat. Ja, dat doe ik. Dat doe ik. Dat weet ik. Daar ben ik gelukkig achter gekomen. Want anders was dat ook heel erg kut geweest. Oké, Shy Guy. Kom, Shy Guy. Nee, Shy Guy. Goed, zo Shy Guy. Kom tot mij, Shy Guy. Kom tot mij, Shy Guy. Die zweetklauwen, man. Echt niet normaal. Kijk. De vorige keer had ik 82. Ik ben er nog niet overheen. Come on. Nee. Hij doet niet de jump die ik wil. Ah nee, toch. Jordi, kan je even Mario afstraffen? Want hij wil gewoon niet doen wat ik wil. Jammer. En ik word er een beetje pissig van. Een beetje gallies ook. Weet je wel? Gallies, zo'n mooi woord ook. Vervelend om te horen, Nando. Ja, welkom bij het woordenboek van Nando. Gallies, frappant. Ja. Frappant. Ai, oké, ik zit weer op de 82. Oké, gaan we weer. Hup, hup. Dan Goomba, kom hier. Nee. Ja, goed zo, Goombo. Oké, en dan coin 86. Dan hier overheen. En dan... Hoppa. Oh. Ho. 115. 91 coins. Stort de aarde. Een gatje. Dat kan ik niet maken. Dude. Ik word al fucking zenuwachtig als het best. Nou ja, kan je wel maken, maar daar heb je niet zoveel aan. Nice. En dan die verrotte paal op. Oké. Ja, nog 4 coins. En waar ga ik die vandaan toveren? Uit een Goomba. Nee, die heb ik allemaal gekild. Uit een Koopa. Koopa, die zitten niet in dit level. Uit een... Nou, Lakitu, is dat dan geen Koopa? Nee, Lakitu is geen Koopa. Hij lijkt er wel Lakitu, op, maar het is een ja, maar Lakitu is een eigen monster eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Goed, 97. 98. En eigenlijk 90 sterren, let's go. En dat tief ik ter 116. Aarde. Nice. Yes, indeed. Nog 4. Waarvan 3 normaal en 1 100 coin. Fuck my life, 100 coins. Fuck it. Ik heb nu echt de volgens de game de laatste paar sterren steeds gedaan. Mm-hmm. Oh fuck, stort gelijk de aarde. Ik doe de long jump en ik ga dood. Ik stort ook de aarde, maar ik werd Nando, hoeveel heb jij er nu? 100 stars, 98 coins. Dude, de hoeveelheid zweet wat ik nu aanmaak in mijn handen. Daar kan ik nog geen liter mee vullen.
Nou, dat zal wel heel erg zijn. Ja. Wel 0,9 liter, maar nog geen liter. Jesus Christ, man. Ik word zo fucking zenuwachtig van dit level. Oh, kut. Nee, Mario, fuck dit up. Met aardig gestart? En voor de mensen die denken van, hey, games zijn toch om te relaxen? Not. Nee. Nope. Niet hier. Sowieso niet. Oké, gaan we weer. Toch heb ik het ook zo in. Als ik nog 100 sterren kan halen. Niet vandaag, maar gewoon even over het algemeen. Weet je wat, dan ben ik op zich heel tevreden. Dan zou ik dat heel knap van jou vinden, dat meen ik serieus. No offense van jou, maar dat vind ik gewoon heel knap. Hey, ik heb 70, maar niet zou ik zeggen van, weet je wat, het is goed geweest. Tiefes, come dus, no offense taken, ik weet hoe goed ik ben in deze game. En dat is meer van, ik weet hoe slecht ik ben in deze game. Nou, je stond wel een hele tijd voor. Ja, maar was het begin van de game. Kijk hoor, bij iemand, here we go! Dus iemand heeft iets gehaald. Ja, waarschijnlijk ik. Nou, dan heb je hier 2 coins al. Nee. Weet je aardig gestort? Nee. Ja. Ja, dus. Nee, ik heb nog 98. Maar ik ben wel 2 keer te aardig gestort, ja. Ai. Spring, Mario, spring! 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 Yes! 100 coins. En het boeit me niet dat die balk valt. Volgens mij word ik gered door een van die dingen. Nee, oké. Okay. Jee, ik leef nog. Oh, wat fucking hell, man. Dat was echt niet gezond, dit. Oh, ik zou het aardig, kut. 101. Oké, en nu moet ik alleen de normale sterren. En terecht. Zo. Maar je hebt alle blue coins wel gepakt? Nee, ik had er eentje gemist of zo. Ik had met de bonbons erbij volgens mij en een paar van die losse coins had ik 30. Dus ik had iets van 3-4 gepakt of zo. Met 30 red je het. Oké, we gaan eerst naar links, want daar ben ik al 2 keer. Te aardig gestort. So why not? Ja, waarom ook niet, hè? Wat? Oké. Yay, oké. En nu dit hele stukje lopen. Wat vervelend dat die tapijten kunnen verdwijnen. Mm-hmm. Ja, maar anders wordt het te makkelijk. Ja, oké. Ja, misschien. Sowieso, als het tapijt hier verdwijnt, hoe de fuck kan ik dan weer opnieuw dit stuk doen? Niet. Nou, want ik ga nu dat kasteel in met die open haard. Oh. Kut! Blue coins niet gehaald. Oké, sterren doen. Yep. En reset. Oké. Nee, ik weet niet met welke ster je bezig bent, maar dan zou ik zeggen, als de coinstar was, reset. Nope, ik ga gewoon een andere ster doen, de tyfus. En terecht. Die 100 coins die komen wel een keer dan. Ik start elke keer op het level op als ik de 100 coins en als ik de blue coins niet haal, dan is het klaar. Yep. Dat is volledig ver. Maar ik zweer het je, als Nano dit op een of andere manier snipe, word ik gek. Ik ook. Maar dit kan je nooit snipen, denk ik. Ik ben letterlijk met de laatste 4 sterren bezig. Dude, dat was echt fucking clutch. Ham zegt nooit, hè? Nee, ik was van het tapijt afgestapt. Ik stond in de fik. En ik maakte een backwards jump. En ik redde nog net om op de tapijt te komen. Holy shit. Terecht. Dat was echt heel erg clutch. Oké, dat blauwe vuur, dat is een nieuwe voor mij. Ja. Waar de fuck op de... Is het ook richting de ster? De blauwe vuur? Ja. Oh, nee, blauwe vuur niet. Die mis je. Die raak je niet.
Dat is alleen als je valt en dat je weer omhoog moet klimmen bij die palen. Anders raakt het blauw vuur je niet als je op de tapijt gaat. Dat bedoel ik niet eens, maar dat is zo. Oh, oké, okay, nou ja. Ik bedoel, er is een stuk, dat tweede tapijt, gewoon wat je tegenkomt in het level. Wat je op een gegeven moment naar die T-splitsing gaat. Ja. Er is nog een stuk daarvoor dat je met die palen omhoog gaat. Dat je een palen hebt om omhoog te klimmen. En dan spuwt er blauw vuur uit, even uit dat gebouw, of tenminste dat blauw ding. Ja, dat ding wat ronddraait. Ja, ik weet niet of dat je kan raken. Ik denk het wel. Ja, dat heeft mij net geraakt, maar is daar een ster? Volgens mij niet namelijk. Nee, daar beneden niet. Nee, je moet echt omhoog gaan met de tapijt naar dat vliegende schip. Oh, ik save mijn ass even. Holy fuck. Fucking hell. Mijn rot. Hello Darkness, my old friend, mag bij mij straks weer even gespeeld worden. Ja, jij edit het, dus als je erin wil editen, edit je het erin. Nee. Het krijgt een copyright claim. Hebben we eigenlijk al copyright claim op Among Us, of niet? Niet dat ik heb gezien. Want ik heb maar al copyright shit gebruikt namelijk. Ja, yeah, I know. Maar laten we even eerlijk zijn, copyright claims kunnen ook letterlijk een jaar nadat de video online is ook nog opkomen. Ja. Nou ja, ik heb altijd eigenlijk is dat niet waar, maar dat je 5 seconden mag gebruiken. Maar dat is officieel niet eens waar. Nee. Maar jij en ik weten beide. De video staat er al een jaar op en we hebben nog nooit iets gekregen. En dan krijg je het opeens. Het is zo onzinnig. Zo van, claim het of direct of niet. Yep. Oké, ik moet nog maar 1 ster voor Rainbow Ride. Wat? Nice. Jij gaat fucking snel, gek. Ja, maar dit zijn letterlijk de levels die ik gisteren nog heb gespeeld. Dus dat save mijn ass nog wel een beetje. Mm-hmm. Oké, ik moet naar die bonbon toe. Om dat kanon te activeren. Hallo, bonbon. Ja, prepare the cannon voor me. Dan moet ik alleen maar door die kutregenboog heen schieten en dan ben ik klaar met deze wereld. En dan is de TikTok-klok waar ik nog even een half uur mee... What the fuck? Of een uur en 3 kwartier mee kan zitten klooien volgende keer. En dan... is het alleen nog maar easy mode. Is er 1 ster op de castle of 2 op dat kasteel? 1 toch? Op de 1. Je hoeft het maar 1 keer te doen en dan hoef je nooit meer die kant op te gaan. Ik ga nu omhoog met dat tapijt. Pas op voor de open haard. Ja, die ben ik al voorbij, maar het gaat er mij om dat ik gewoon... Je moet 2 keer langs de open haard. Ja, dat is me nu 2 keer gelukt. Ik ben op het dak van het kasteel en 117. En dat is hem dan op... Nou, volgens mij hoef ik TikTok-klok niet meer te doen, Sjabbat. Hallo, ik moet 100 coins nog doen. Oh ja. Ja, ik weet niet... Maar ja, ik ga niet 1 uur en 3 kwartier over de 100 coins doen. Jij moet heel TikTok-klok en Boe nog doen. En de ding van Bowser. Ja, had jij die al gedaan, by the way. Hmm? Die red coins van Bowser. Ja, die heb ik aan het begin tussendoor gedaan. Oh, toch wel? Oké. Okay. Ja, zei je nog. Ik hoef nog maar 3 sterren, dan ben ik klaar. Oh, ja. En jij moet er nog? Veel. Ik zit op 103. 17. Maar ik krijg wel de silver medal. Daar doe ik het voor. Nou, voorlopig heb ik deze episode tot 10 levens weggeflikkerd. Nou, ik zou het echt niet weten hoeveel levens ik heb weggeflikkerd. Te veel. Ik denk... Nou ja, je gaat al een montage maken, dus dat scheelt. Ja, oh god. Oh, je bent alweer vergeten, of niet? Nee, maar meer zo van... Ik bezorg mezelf heel veel werk zo meteen. Om alles door te gaan spitsen. Beste tip die ik kan geven, gewoon
beginnen bij het begin. Dus wanneer we ook te beginnen met eerste sessie, gewoon direct nakijken. Dat scheelt dan een heleboel werk. Ja, nou ja. We zijn nu al bij sessie 6, though. Nou, hey, dat valt op zin wel mee, jongen. Oké, dit red ik toch? Ja, oké, nice. En dan is het even oppassen voor die... De purple grape. Jump. Okay, als ik nu ga vragen, wil iedereen beginnen aan zijn laatste ster? Is dat voor iedereen mogelijk? Ja hoor. Ja, ik moet alleen TikTok klok in. Want ik heb net de Rainbow Ride helemaal gedaan. Hoi. Oké, ik weet alleen niet welke ik als eerste doe. Roll into the cage. Welke level is dat? Ach ja. Die kant op. Deze was ook niet echt makkelijk. Kut, weer de Blue Coins verneukt. Andere ster maar weer. Doet, ik heb dit level gedaan terwijl ik luisterde naar een aflevering van How I Met Your Mother. Oké, waarom? Ik zat met Bas in de call. Bas, die was mijn emotionele steun. Emotionele steun, jezus Nando. Wat ben je, 3? Ja. Waar zit die bol op eigenlijk? Weet je nog waar je die blue coins zat? Oh ja, bovenin. Laat ik hem even activeren dan, voordat ik bij het kanon sta en... Jezus man, wat gaat die wijzer traag? Ik zat al dik 30 seconden die vlam te ontwijken. En we wachten en we wachten en we wachten. Ja, ik doe liever nu die wijzer. Omdat die lang duurt. Ver en af. Ah, fuck. Ik weet dat de laatste 2 sterren zijn. Dan hoef ik alleen dat 100 coins. Fuck. Ik moet echt heel nodig naar de wc ook. Ik kan het nog ophouden. Inhouden. Oh, dat ga ik zeker doen. Totaal niet gezond, maar oké. Nou, mijn wiskundedocent van de middelbare school zei altijd... Jongens, train je blaas. Ook op die toon. Ja, ook op die toon. Ik ben onderweg naar mijn laatste, hoor, dus... Die man die ging dat jaar met pensioen, maar ik haalde het jaar niet omdat hij mij niet mocht. En hij gaf me alleen maar onvoldoendes voor wiskunde. Gaf hij je onvoldoendes, was je gewoon slecht? Nee, want toen ik niet... Nee, ik was niet slecht. Ik heb nou nooit... Ja. Ik heb maar 2 leraren gehad en dat was het mbo, waar ik het echt helemaal niet mee kon vinden. Voor de rest van de heb ik nooit ruzie met leraren gehad. Ik heb alleen volgens mij die wiskundedocent gehad. Voor de rest kon ik wel goed omgaan met elk andere docent die ik ooit heb gehad. Oké, nu naar de top. Wee. Zo. Zal graag willen zien waar ik nu naartoe ga. Oké, daar dus. Ja? Zie je het? Ja. Zie je het al voor je? En hier kijk. Maar eigenlijk wel. Ja, die one-up is een beetje een overbodige luxe, want hierna ga ik toch wel onder spelen. Even wachten. Nee. Nando, wat adviseer jij? Degene op het schip of eerst diegene met de regenboog? Regenboog. Want die kan je nog missen. Nou, fuck it. Ik doe eerst die andere wel. 118. Ja. Kan ik de andere wel doen of niet? Ja, voor mij wel. Ik ben al bezig met 1 ster, dus als je denkt dat je het kan halen in die tijd, prima. Ga je gang. Dan vind ik volgende keer alleen dat 100 coins er ben klaar. Hey, het scheelt wel.
Yeah. Hey, en dan weten we ook zeker dat we de volgende keer het ook gewoon af kunnen maken. Ja, volgende keer hebben we het 100% af. Kijk maar. Het is dat ik vanavond weg ben, maar anders hadden we het gewoon af kunnen maken vandaag. Ja. Klopt. Ja, sorry, ik ga naar de extended version van Lord of the Rings, Fellowship of the... Iedereen moet daar wel eens naartoe. In ieder geval een Lord of the Rings film zien. Ik heb alleen de laatste. Wanneer ga jij? Het heeft mij echt fucking lang gekost, maar... hij duurt 4 uur, de reden waar ik nu naartoe ga. Ja, dat vind ik dan weer iets te veel van het goede film. Nou, ik heb een keer een film van 6 uur lang gezien, dus... Dan ben je er ook zo klaar mee. Dan ben je echt klaar met alles, ja. Dan wil je het liefst gewoon... Fuck, stort de aarde. What the fuck? Come on. Wel gelukt dat we dan de volgende sessie gewoon klaar zijn met SM64. Yep. Ja. Ik heb die thwomp gedaan. De thwomp in TikTok. Ja. Ja, dat ben ik nu aan het doen. Maar dan, hoeveel zeggen heb je nu? 106. Zo. Nou, als die 100 coins maar echt gaat verneuken, dan... Nee, toch? Dat kan toch niet? Ik moet nog 100 coins in Boost Mansion en TikTok klokken, dus... Succes met 100 coins in TikTok klok. Ja, nou, die kan ik me nog goed herinneren van gisteren. Ja, maar dat ga je vandaag niet meer redden. Nee. En ik sprong in het level op de verkeerde timing. Ja, nou, ik miste einde ook de jump over de thwomp heen. Dus zo van... Ja, ik flikkerde bijna. Ik had nog nou, ik flikkerde een klein stukje naar beneden. Dus ik mocht weer een stuk opnieuw springen. F. Ik denk dat ik de volgende keer ga ik eerst beginnen met de 100 coins in TikTok. Weet je wat ik hoop? Jullie nog de 100 sterren gaat halen voordat ik er ben. Nou ja, als ik deze haal, moet ik nog 7 sterren, dus wordt krap. Ja, dat wordt heel krap inderdaad. Want gemiddeld gezien haal ik nu 4 à 5 sterren per half uur. Nou ja, ik betwijfel dat we volgende keer een half uur bezig zijn. Dat betwijfel ik ook. Nando, hoe lang ben jij bezig geweest met 100 coins? Met Rainbow Ride? Ja. 10 minuutjes, max? Ja, zoiets, denk ik. Ik faal iedere keer bij het laatste jump over die thwomp heen. Ik hoef alleen nog echt... Ik ga nu de cannon ding doen en dan... Ik bepaal het zo. Harm, als jij zegt ik heb mijn ster gehad, vind ik het goed geweest. Ik wil nog mijn pakken. Ja, nee, maar ik ga niet meer nog proberen daarna. Ik heb nog een hele kleine kans om nog dichterbij te komen. En de game is met mij eens en stoort mij ten aarde. Oké. Ik ga wel verwachten. Pak je flesje water. Welke fles? Geen fles water. Ik heb geen fles water. Oh. Moet ik op die paal richten zeker? Ja, maar ik had die paal echt onder het rondje, zeg maar. Dus je moet echt niet helemaal eronder, maar... Hoog. Je ziet de paal nog net in je scherm, wou je zeggen. Ja. Heel klein stukje of helemaal niet meer? Een klein stukje. Had ik hem... Vliegt overheen! Nee, niet! Oh! Zit hij in die box, die ster? Ja. Hij zit in die box. Guys, ik hoef alleen op de 100 coins. Mooi. Nando, jouw ster. Ja, ik ben er bijna. Ik moet nog even... Jezus! Een paar gems. Where? Over de rainbow! Godverdomme, Mario. Come on. Mario deed niks verkeerd. He did though. Godverdomme, come on. Het is 2 tellenwerk. Come on. Alleen op de 100 coins in de rainbow. 107. Oh my god.